Goedenavond, dames en heren. De Sovjet-Unie heeft een landingsschip met 400 mariniers naar de Indische Oceaan gestuurd. Volgens Amerikaanse militaire zegslieden is het vaartuig, de 13.000 ton metende Ivan Rogov, volgepakt met helikopters, gepantserde personeelsvoertuigen en manschappen. In verband met de gespannen situatie rond Iran had de Amerikaanse marine al eerder 1800 mariniers naar de Indische Oceaan gezonden. De Russische marine heeft nu 28 schepen in het gebied, Amerika 26, waaronder twee grote vliegkampschepen met 150 gevechtsvliegtuigen. De vicepresident van het organisatiecomité van de Olympische Spelen in Moskou heeft vandaag verklaard dat 106 landen informeel hebben laten weten aan de zomerspelen in Rusland te zullen meedoen. Vicepresident Vitaly Smirnov zei dat de spelen zullen doorgaan en dat een Amerikaanse boycott daar niets aan zal veranderen. Gevraagd naar de gevolgen van de Amerikaanse maatregel zei Smirnov dat het Internationaal Olympisch Comité zou kunnen besluiten de Spelen van 1984 niet in Los Angeles te houden. De Rus is zelf bestuurslid van het IOC. In het westelijke stadsdeel van Beirut zijn bij een protestdemonstratie vandaag minstens 5 doden gevallen. Nadat uit een raam op de betogers was geschoten, ontstond er een algehele paniek en braken overal vuurgevechten uit. Er zou over en weer geschoten zijn door bewapende leden van de pro-Iraakse guerrilla-organisatie Arabisch Bevrijdingsfront en door Sjiïtische betogers. De protestmars in de Libanese hoofdstad was gericht tegen het bewind in Irak dat een belangrijke Sjiïtische leider zou hebben laten terechtstellen. De werkgevers en werknemers in de havens van Amsterdam en Rotterdam hebben in principe overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO. Het akkoord houdt onder andere in een prijscompensatie van 2% als de prijzen voor 1 juli aanstaande meer dan 2% zijn gestegen. Daarnaast krijgen de havenarbeiders, zo is in principe afgesproken, per 1 juli ook de 26 gulden van de loonmaatregel. De regering werkt aan besluiten die een waarschuwingsetikettering voorschrijven voor een groot aantal chemische stoffen en preparaten. Ze moeten attenderen op de risico's voor de gezondheid die aan de toepassing van de betrokken producten zijn verbonden. Staatssecretaris mevrouw Veder-Smit van Volksgezondheid heeft dit meegedeeld in antwoord op Kamervragen. De staatssecretaris zei dat in 1978 meer dan 3000 kinderen naar het ziekenhuis moesten omdat ze hadden gesnoept van geneesmiddelen of van bijtende stoffen, oplosmiddelen of bestrijdingsmiddelen. De Nederlandse katholieken mogen voortaan lid worden van de vrijmetselarij. Alleen priesters en religieuzen worden nog uitgezonderd. Dit blijkt uit een officiële publicatie in de diocesane mededelingenbladen. Volgens de Congregatie voor de Geloofsleer wordt het officiële verbod weliswaar nog niet opgeheven. Maar de banvloek geldt in feite alleen voor organisaties die werkelijk tegen de kerk samenspannen. Bij de Nederlandse vrijmetselarij is dat zeker niet het geval, al dus de Congregatie voor de Geloofsleer. Dan ons nieuwsoverzicht. Het is vrijwel zeker dat de NOS de Britse film De Dood van een Prinses morgenavond zal uitzenden. De Raad van Beheer van de NOS heeft vandaag beslist dat de uitzending moet doorgaan, ondanks protesten uit de Arabische wereld. Volgens de Raad doet de film geen afbreuk aan de Arabische wereld of het islamitisch geloof. Na de uitzending morgenavond wil men aandacht schenken aan reacties. Morgen wordt de film eerst nog eens bekeken door het bestuur van de NOS, dat zijn de gezamenlijke omroepen. Daarna vergaderen ze erover. Dan kunnen zij alsnog de beslissing nemen de film niet uit te zenden. Maar die kans wordt klein geacht. In een groot aantal plaatsen hebben gevangenen vandaag actie gevoerd voor gratie. Dit in verband met de troonswisseling op 30 april. De gedetineerden weigerden vandaag aan het werk te gaan. In Arnhem bleven de gedetineerden niet binnen. Ze zochten het dak van de gevangenis op om hun wensen kenbaar te maken. De actie is ontstaan uit onvrede over de beslissing van het kabinet om geen gratie te verlenen bij de troonswisseling. Tot nu toe is dat steeds wel gebeurd. Als de regering niet terugkomt op haar beslissing, zullen de gevangenen elk persoonlijk een gratieverzoek indienen. Nederland wil Indonesië helpen om meer ontwikkelingshulp te krijgen. De Nederlandse steun voor ontwikkelingshulp werd toegezegd door premier Van Acht. Hij zei dit na afloop van een 2 uur durend gesprek met president Suharto. Even voordat Van Acht dat gesprek had bezocht hij de begraafplaats Menteng Pulu. Hier zijn Nederlandse militairen en burgers begraven. Het Nederlands gezelschap blijft tot en met zondag in Indonesië.
En dan is hier de weersverwachting van het KNMI tot morgenavond. Zonnig en warm met een middagtemperatuur van rond de 21 graden, maar in de middag langs de kust bij wind van zee rond 15 graden. En de weersvooruitzichten voor donderdag en vrijdag? Droog en enkele wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Geleidelijk lagere middagtemperaturen. Goedenavond. Einde van deze NOS dinsdagavonduitzending. Een prettige avond nog en tot ziens. Yeah.